Een van de grote drama's uit de Tweede Wereldoorlog, de razzia van Putten. 650 mannen uit het Gelderse dorp werden eind 1944 weggevoerd door de nazi's. Als vergelding voor een verzetsactie. Maar 49 Puttenaren keerden uit de Duitse kampen terug. Aanstaande donderdag verschijnt het opzienbarende boek Putten, de razzia en de herinnering. Waarin voor het eerst het complete, feitelijke verhaal van het Puttense drama verteld wordt. Een van de zeven nog levende Puttenaren die uit eigen waarneming over de Duitse kampen kan vertellen, is Jannes Priem. Zijn verhaal van grenzeloos lijden en verzoening werd opgetekend door Tom Verheul. Hendrik Heimerse, Hendrik van der Ven, Hendrik van Winkoop, Hendrik van Koerte. Geboren 16-1-1918, overleden 17 november 1944. Dit kan men niet begrijpen. Dat in 6 weken tijds 111 uit Putten vandaan hier begraven liggen. Na 6 weken. 6 weken werken. Door honger. Door slagen. Dysenterie door ziektes. Onbegrijpelijk. Gelukkig staat mijn naam er niet bij. Ik mag het nog navertellen. Ik ben Jannes Priem. Ik kom uit Putten. Maar even die camera weg. Nee, dat is keer voor. Nee. Ben, dan wordt eerst genehmigung geholt. Zo, moin, wer sind Sie? Ik ben Jannes Priem, ik kom uit Putten. Ja. Ik ben een überlevende uit het constructionslager in Ladelon. Ja. Want ik wilde wissen waar dat baanhof, waar die tjoeg aangekomen zijn. Ja. Wist u dat? Ja. 2 kilometer weiter. 2 kilometer weiter van hier? Ja. Ja. En zwar deze straat weiter? Ja. 2 kilometer? Ja. Etwa hier? Ja. En hier gleich Bahnhof Achtau. Een beestenwagen was het, want weet je, met 40, 50 man weet je daarin geknuppeld. En of je nou gezond was of dat je ziek was, dat maakte niks uit. Ze knuppelden en alles knuppelde die wagon in. En zo werden we afgevoerd naar Achterhoep. En toen kwamen we in Achterhoep aan en toen weet je, met knuppels weet je, de trein uitgeslagen. En dan kon je met de zieken en de gewonden die je bij je had, daar kon je mee. Op pad, want we gingen naar Ladelon toe en dan kon je 7, 8 kilometer kon je lopen voordat je in Ladelon in het kamp aankwam. Jannes Priem zoekt de plek waar het kamp even buiten Ladelon heeft gestaan. Paul Petersen, die als 13-jarige Duitse schooljongen de verschrikkingen heeft gezien, brengt hem erheen. Wanneer er hier fundamenten hadden blijven liggen, ja. Dat je had kunnen zien waar dat lager geweest is, dan had ik gezegd ja. Maar dit zegt me helemaal niets meer. Nee. Dit zegt me niets. Ja, ik weet wel dat hier de ingang was en dat zo naar de brakken toe gingen. Ja. En ik kan ook wel zo naar de plaats toe lopen waar ik gelegen heb in de brak. Dat weet ik nog precies, dat is ongeveer. Ik heb in Bergen-Belsen gezeten.
Daar heb ik 6-7 weken gezeten. Daar heb ik elke dag van 's morgens tot 's avonds met een kar de lijken weg moeten brengen naar het crematorium toe. Maar Ladenhoed is het slechtste kamp geweest. Daar heb ik het meest op mijn sodemieten gehad in Ladenhoed. Wanneer we bis avond naar gingen slapen, want die hozen was nas. Want wanneer we morgen weer afstaan, dan waren die hozen hard van de vorst, van vriezen. En dan moest je weer gaan werken. Want je kreeg geen eten, 's morgens. Nee, dat kreeg je 's avonds pas. Er zijn in Ladenhoed mensen geweest die hebben eten buiten op dat raamkozijn gelegd voor ons. Maar dat konden wij nooit pakken. Zo gauw wij dat pakten, werden we al naar de kapoes. Door de kapoes werden we al in elkaar geslagen om eraf te blijven. En de kapoes die pikten het in. Zo ging dat hier. Als wij hier over de weg liepen. En we liepen en we zagen een stuk land, een stuk grond, waar de stengels van de boerenkool nog op stonden. Dan probeerden wij die stengels te pakken. Dat geloof me niet dat je aan die stengel kwam, hoor. Want je had eerder een gebroken arm van de klappen, als dat je één stengel te pakken kon krijgen. Wenn die bloos standen met zwei en reden hadden, dan kan hij met zijn komie krubbelen houden. Dat hebben ze meer al gemaakt hier. Ja. Dat was gar niks. Nee. Dat hebben we gezien. Man kann sich das nicht vorstellen, wie die. Du weißt es ja, Janis. Zerfetzt, zerlumpt und ungepflegt. Ja. Und in Kinderaugen waren das Sträflinge. So wurde uns das ja erzählt. Ja. Konnten wir ja nicht anders wissen. So waren Sträflinge. Nein. Und dann haben die ja immer gesagt, diese Kapus, das waren Zuchthäusler. Ich weiß nicht, ob das denn richtig Zuchthäusler gewesen sind, aber das wurde uns erzählt, so das waren richtige Zuchthäusler. Die hatten ja eine Binde drum, da stand das ja drauf, nicht? Und dann hatten sie einen ollen Gummiknüppel. Wanneer wij 's avonds op de grond lagen, dan komt er een kapo komt naar je toe, met een stuk brood in zijn handen. Kom met me mee. Dan zou je met die kapo mee moeten gaan, want het waren een hele hoop bij die kapo's, dat waren zuiver homofielen waren dat. Dan moest je met die kapo zou je mee moeten gaan om een stuk brood te verdienen, om je eigen te laten gebruiken of om die kapo te helpen. Het spoor voert naar de tankgracht. Toen een diepe, kilometerslange gleuf in de drassige kleigrond. De gevangenen moesten de gleuf met een schep graven. Waar men zo weer ziet. Loop je de rilling over de rug? Ja. Dan is voor mij onbegrijpelijk dat ik hier nog staan kan waar zoveel mensen omgekomen zijn. Dat is niet met de pen te beschrijven. Echt niet. Het is voor de eerste maal dat ik hier ben. Had je het niet eerder gedurfd? Nee. Echt niet. Dit is echt een probleem. Dit gaat je door merg en been. Als je dit weer ziet, dat je... Nee, laat maar. Die haben ihn ja auch hier geschlagen mit dem Knüppel, das Mund kaputt, die Zähne rausgehauen, ne? Die Kapos, ne? Wenn er da an Denken tut. Für Sie auch? Kommen Sie die Erinnerungen? Ja, ich habe das ja gesehen, ne? Man macht sich ja heute mehr Sorgen darüber wie damals als Junge, ne? Da denkt man ja nur mehr drüber nach, ne? Nein, das war grauenhaft. Und sowas dürfte ja auch nicht wieder passieren. Nicht? Dafür soll das ja auch gerne erhalten bleiben, das Ganze, nicht? Die Erinnerung. Und das ist ja auch nicht leicht für ihn, all die Kameraden, die dann weggeblieben sind. Nicht? Ja. Und Jammes, der ist ja auch mal 18 Jahre gewesen damals. Nicht?
waren ja doch, Mann. Im Grunde sind das ja auch mal Kinder gewesen noch, nicht? Harold Richter, hier naast Jannes Priem, is Ladeloens dominee in Rusten. Hij heeft Jannes gevraagd zijn ervaringen te vertellen aan leerlingen van de Waffenschule van de Duitse marine. Dat gebeurt in de herinneringsruimte van de kerk in Ladeloens. Zware arbeid. Panzergraven mag. Want er waren hier met 200 luiten op sputten. Want in 6 wochen waren van die 200 afputten, 111. Ja, vielleicht darf ich mal erzählen von Putten. Eine Widerstandsgruppe von 7 Holländern hat nachts vom 30. September auf den 1. Oktober ein deutsches Wehrmachtsauto beschossen. In dem Auto war Oberleutnant Eggert, der Leutnant Sommer und 2 Obergefreite. Ich war Soldat als 17-, 18-Jähriger KZ-Gefangene bewacht habe. Haben Sie auch Leute getötet? Als Soldat sicherlich. Aber nicht hier, dies war ein Tag. Da hat doch keiner von uns daran gedacht, nicht? Also hier einen Befehl zu verweigern oder. Ja, aber trotzdem. Aber diese ganze Mordmaschine, die dort ablief, die war doch nur dadurch möglich, dass überall Soldaten da standen, ja, die die Mörder beschützten, wenn sie nicht selbst mordeten. Und deswegen ist es für mich anders. Du kannst noch unterscheiden, ja, und sagen, gut, ja, bei den Jugendlichen ist es anders. Sie können wahrhaftig nichts dafür. Aber meine Generation und die Generation meines Vaters, ja, da kann doch keiner sagen, mich geht das nichts an. Ich bin davon nicht betroffen. Ich fühle mich selbstverständlich mit unter den Tätern. Fühlen Sie diesen Schuld? Fühlen Sie das noch immer noch tätlich? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nur, wenn ich mir dann diese Menschen ansehe, die Gesichter, dann bin ich traurig. Nicht? Dieser Mann, dieses Kind sind in Auschwitz vergast worden. Nicht? Das sind doch Menschen wie du oder wie mein Enkelsohn. Also das ist jetzt nicht mehr diese Schuldgefühl, sondern das ist diese Trauer. Und die Trauer, wenn wir merken, dass wir so wenig aus unserer Geschichte gelernt haben. Und die Hoffnung, weil ich weiß, dass eben die Macht des Bösen am Kreuz von Golgatha gebrochen ist. Nicht? Darum lasst euch versöhnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist jetzt nicht eine Tat von uns, aber es ist ein Geschenk. Nicht? Und das ist also nicht ein Herumgehen mit Schuldgefühlen, sondern das ist wirklich ein Stück in der Freiheit und dann eben auch davon sprechen können, so wie ich jetzt Ihnen gegenüber auch davon gesprochen habe. Und das ist, was Putten und Ladeloen? Das ist, was uns zusammenhält. Ja. Ich glaube, das wird man nicht wieder auseinander dividieren. Nein. Das stimmt. Ja. Und wenn ich naar Ladeloend kom, dan ben ik blij dat er nog mensen zijn die weten wat er gebeurd is. Die weten wat ze ons aangedaan hebben. En dat ik op een gegeven moment met een opgelucht hart kan zeggen, ik heb ze vergeven. Vergeten zal ik het nooit, maar vergeven heb ik ze. En dat blijf ik, zolang ik leef, dit volhouden. Ik heb ze vergeven wat ze mij aangedaan. Ze hebben heel erge dingen aangedaan. Daar heb ik nu nog
last van. Maar ik heb de macht gekregen om te zeggen van vergeven. En dat vind ik een heel belangrijk iets. Ook voor de toekomst. U zag het netwerk van dinsdag 22 september. Morgen zijn we er weer. Goedenavond.